Nou, ik voel dat apparaat, die Sonos, dat die een soort ritme heeft wat in mijn ademhaling. Dus hij gaat een beetje met mijn ademhaling mee. De Sonos die wordt bij onze cliënten ingezet, die slaapproblemen hebben of die problemen hebben met onrust. En wat de Sonos eigenlijk doet, hij simuleert de ademhaling. Wij kunnen dat instellen via de telefoon. Dus wij kunnen de telefoon gebruiken om met een app instellen van goh, er moeten 10 ademhalingen zijn, er moeten 6 ademhalingen zijn per minuut. Dat doen we in overleg met de ergo of met de psychiater, een beetje afhankelijk van wie erbij betrokken is. De cliënt die houdt de Sonos vast op het moment dat hij ligt of stil zit, kan in de stoel, kan in bed. En nagelang de Sonos ademhaalt en nagelang de tijd vordert, gaat de cliënt in theorie meer ademen met de Cliënt. Sonos. In de praktijk blijkt ook dat eigenlijk de Sonos heel goed bevalt. De ene cliënt die reageert wel beter op als de andere, dus dat is altijd wel belangrijk bij de inzet van zorgtechnologie. En als iemand in slaap is gevallen, wat doen jullie dan? Nou, eigenlijk kan hij de Sonos gewoon vasthouden, omdat het eigenlijk een beetje een knuffel is. Dus ze kunnen hem vasthouden en hij gaat automatisch uit. Hij gaat na een uur, zegt de Sonos ook van ik stop ermee. En 's morgens worden ze weer wakker met de Somnox in de handen. Ja, dat zou het mooiste zijn inderdaad. Het kan natuurlijk zijn als je in de nacht draait dat je de Sonos niet meer vast hebt. In hoeverre is de Somnox uniek voor Almelo of voor Carinth-Regeland in Almelo? Wij zetten hem nu in bij Ugeria en we hebben hem ook al wel bij meerdere locaties ingezet in Almelo. We proberen hem wel in te zetten bij andere locaties binnen Carinth-Regeland. Het is een ontwikkeling die wij gewoon door te voeren. We zitten in de week van de e-health. Blijft dit de toekomst? Dat ga ik vanuit van wel. Dit is wel een van de producten die redelijk makkelijk in te zetten zijn. Je kunt hem ook zelf aanschaffen. En je hoeft hem alleen maar in te stellen met een app op de telefoon. En het is eigenlijk heel makkelijk in gebruik. Je kunt dus duidelijk zeggen dat de Somnox een meerwaarde heeft. Ja. Meneer Pieper, u heeft het slaapkussen, de Somnox, gedemonstreerd en uitgeprobeerd. Ja. Kunt u zeggen wat u voelde of ervaarde? Nou, ik voel dat apparaat, die Sonos, dat die een soort ritme heeft wat in mijn ademhaling. Dus hij gaat een beetje met mijn ademhaling mee. En hoe vond u dat? Ik vond dat wel prettig. Ik heb daar geen last van. Kijk, en ik kan me voorstellen als mensen slecht slapen, dat ze daardoor beter in slaap zouden vallen.